Het klinkt als een spannende headline. Nederland van drie kanten aangevallen. Maar in 1672 is dit de werkelijkheid. Hoe heeft het zo ver kunnen komen? Daarvoor gaan we terug naar het jaar 1648. De 80-jarige oorlog is voorbij, de republiek is oppermachtig en Nederland is welvarend. Waar heb je nog een leger voor nodig? Het is vrede, we hebben al die soldaten helemaal niet meer nodig en het kost ontzettend veel geld. De Oranjes worden op een zijspoor gezet en onder leiding van staatsman Johan de Witt zal er worden bezuinigd op het leger en komt nu handel op de eerste plaats. De wereldhandel maakt Nederland steeds rijker. Onze buurlanden zien dat met ledenogen aan. Want onze rijkdom gaat ten koste van die van hen. Een dikke kabouter, omringd door uitgehongerde reuzen. Nederland en Engeland vechten de ene na de andere zeeoorlog uit. Zo ook in 1667, wanneer Michiel de Ruyter Engeland een grote nederlaag toebrengt met zijn tocht naar Chatham. In de jaren die volgen waant Nederland zich veilig. Een verdrag met Engeland en Zweden beschermt de republiek tegen het grote Frankrijk. Want Lodewijk XIV is op zoek naar meer macht in Europa. Frankrijk onderhandelt dan ook in het geheim met het nog gekrenkte Engeland. Waar het verlies in Chatham nog aanvoelt als een diepe wond. De republiek zou worden verpletterd. Als Nederland in 1672 wordt binnengevallen, is de rampspoed nabij. Hoe kan het tij worden gekeerd?